Zondag 17 maart zijn de tiny houses, die aan de Helderseweg in Alkmaar gevestigd waren, verplaatst naar een nieuwe locatie. Dat is het voormalige Mobi-terrein aan de Zeswielen, op een stuk grond tussen de Zeswielen en de Rekerdijk. Daar komen 5 tiny houses te staan. Tiny houses zijn kleine, volwaardige, vrijstaande woningen van maximaal 50 vierkante meter vloeroppervlak. Het idee van zo'n klein huis is om duurzamer, goedkoper en milieuvriendelijker te leven. 'S Morgens vroeg werd begonnen met het klaarzetten van de tiny houses voor vertrek. Vervolgens ging de reis via de Helderseweg, Tesselsebrug, Noorderkade en de Pettermerstraat naar de Zeswielen. Daar aangekomen werden de huisjes één voor één voorzichtig het terrein opgereden en op de juiste plek gezet. Op de oude plek mochten de huisjes eigenlijk maar tot en met 31 december 2023 blijven staan. De 5 woningen mogen op de nieuwe plek 10 jaar blijven staan. Omdat het terrein direct naast het spoor ligt, zal er waarschijnlijk nog een geluidswal geplaatst moeten worden om geluidsoverlast van het spoor te voorkomen.